Dit zijn dus huidcellen, ja, die gewoon te vaak gedeeld zijn. Ja, die niet los willen laten. Eigenlijk hebben jullie precies hetzelfde. Alleen bij jullie zie je het niet en bij mij wel. Silvana Molhoek uit Schiedam heeft ichthyosis hystrix, een zeldzame huidaandoening. Ook wel schubbenziekte of olifantshuidziekte genoemd. Silvana werkt als vrijwilliger op de kinderboerderij in Schiedam. Voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd met de coronaperiode. Mensen die hielden eigenlijk al afstand en liepen al met een boog om me heen, keken me vies aan. Dus ja, wat ik zeg, er is voor mij niet zo heel veel veranderd. Maar er zijn ook wel mensen die er anders op reageren. Die durven het te vragen wat het is, die durven het aan te raken. Ja, het is verschillend. Ik denk dat het ook per persoon ligt hoor. Over hoe je ermee, nou niet echt de koopte mee loopt, maar of je het verstopt, ja of nee. Of ja, dat je er gewoon zo bij loopt als dat ik doe. Jij gaat niet bij de pakken neerzitten, je voelt je geen patiënt. Ja, je draagt het eigenlijk met trots. Hè? Je bent een soort ambassadeur van je huidziekte. Is het belangrijk om zeg maar, taboes te doorbreken? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste loop ik er eigenlijk gewoon zo bij omdat ik mezelf geaccepteerd heb, al op hele jonge leeftijd. Tuurlijk, ik heb ook wel mijn periodes meegemaakt dat ik het niet fijn vond en dat ik het verborgen heb gehouden. Maar ja, daar word je zelf niet vrolijker van. En je moet toch met jezelf leren leven. En op wat een ander van jou denkt of wat een ander van jou vindt, ja, dat moet je eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden. Jij moet leven, het is nu. We doen ze ook wel eens borstelen. Wat, de koe of jezelf? Ja, nee, ja, ook alle twee. Nee, de koe. Het zit wel in mijn gezicht, maar ja, bij mijn neusvleugels en bij mijn mond. Maar dat is met veel zalf en ja, is dat eigenlijk wel weg te werken. Voor de rest zit het overal. In mijn haar, in mijn oren, tussen mijn tenen, tussen mijn billen. Ja, noem het maar, echt overal. Je moet ermee leren leven en jezelf accepteren. Ik denk dat dat de grootste, hoe zeg je dat, het grootste obstakel is. Maar je zit er helemaal niet mee? Nee. Nee, niet meer. Nee, niet meer. Voor jou een ongelooflijk trots en een stoer wijf. Dankjewel. Mag ik dat zeggen? Ja hoor, jij mag dat zeggen.